at home today, I'm going to tell you the story of the thousand year door in super fast texture. An awfully long time ago, in a strange and far off land, a big bustling town thrived. It was a town where all people lived very happy lives, and it was said that the town was very prosperous. But one day, tragedy befell this blast place. A great cataclysm struck the town and its people. Way too fast texture boxes. Darkness filled the skies, and the earth roared and shook. And it was, the very world has come to a violent end. And it wasn't better than a single night. The town sank into the depths of the earth. Many moons rose and set. Stories of the town passed into the pages of fairy tales. And when the town side no longer held relics of its past, people gathered at the spot and built a new town. Yay! But word soon spread among the people who moved in that an ancient city lay deep underground. And there was a magnificent treasure rested there. Indeed. This is the tale of the fabled treasure of Rockport. I hate Rockport. Yes, this is where it begins, in the sea town of Rockport, the tale of the quest for the legendary treasure. And the thousand year door starts here. Met een mooie strop in het midden. Hoe is dit gezellig ook alweer? Oh god, nee, niet Prinses Peach. Finally, I have a minute without Toadsport watching over me. En ik heb ook heel lange snelle tekst. Want ja, hij is zo'n stifling omdat ik snelle tekst heb. Heb ik nou wel controle? Nee. Once in a while I like the chance to take a look around to see what I want. Tekst gaat te snel. But now that I'm doing all that, it seems that the town is very, distant flavor. Oh, Missy. Do you mean me? Ja, Mickey. Yes, you, Missy. Won't you buy something? I have a wide assortment of knickknacks and doodads. Well, that's a pretty box. What's inside it? It is said that this box holds a map that shows where legendary treasure sleeps. But the box has a magic lock on it that only opens for a pure and noble heart. As you can see, it won't do so much as budge if such as myself touches it. Aww. I know if the box will open for you, Missy, then you may well have whatever is inside. I'm sure that whatever is in there would be no use like me. So, Missy, take this box in your hand and see what happens. Alright. What's the harm? That your stem states me and Mickey Mouse, what? I'll try to open it. Ooh, shiny. Dat was het moeilijkste voice acting ooit, maar hallo, goedemiddag allemaal. En welkom bij de nieuwe Let's Play van Paper Mario in the Thousand Year Door. Ik weet het, ik had jullie gezegd, een tropisch ijsje. Of ja, tropisch ijs zei ik eigenlijk. Ik zei tropisch ijs, toch? Volgens mij zei ik tropisch ijs. Het probleem was echter, tropisch ijs, ik zat op een oceaan en ik dacht echt bij mijn eigen van, ja, ik zat al van, ja, het wordt die Let's Play tropisch ijs. Die hint sloeg nergens op, laat ik het zo zeggen. Ik had gewoon zin in tropisch ijs. En nee, ik had niet Donkey Kong Country Tropical Freeze in mijn gedachten, absoluut niet. Want ik wil namelijk weer een Mario game doen, omdat heel veel mensen, dat graag wouden doen. Zoals je ziet, ik heb hier al eigenlijk twee testfiles, hoe dat het een beetje liep. Heel erg kort. Nou, eerlijk gezegd is dit een eerste opnamefile, maar ben je niet tevreden over de audio-commentaar, over de kwaliteit, was een beetje luid. Dus, ik pak gewoon een derde file, of een vierde file, gewoon een blauwe file, en dan noem ik mezelf Stevie. Maar, ik had beter kunnen zeggen van, ja, ik heb er 1000 jaar over nagedacht, iets in die trend voor die hint of zo. Dus, sorry dat de hint niet goed is gekomen, ik had al eigenlijk gezegd dat ik geen hint wou doen. Maar, ja, heel veel vroeger toch om een hint, en toen kwam ik dus aan met het... Altijd leuk als de deurbel gaat op het moment dat je aan het opname bent. Maar goed, in ieder geval, ik wou dus Tropical Freeze niet doen. Ik wou juist... Ik haal mijn woorden weer door elkaar. In ieder geval, eerst even cutscenes. Daarna leg ik het wel uit. Milk Hall? Nee. Het is... Sorry, Link, I have some milk hall for you. Oh, wait, you're not Link, you're Luigi. And...
Hij is al weggevlogen, dus maakt niks over uit. Hey Joppie, nou heb ik zo lang Luigi's Voice niet meer gedaan dat ik Luigi's Voice moet gaan doen. En dat ik dus echt heel slecht Luigi's Voice ga doen, omdat ik kan Luigi's Voice niet goed doen. Hey bro, check it out, it's a letter for Princess Peach, a letter for you. Less Italian accent, please. I'll just read it to you, how does that sound? Dat klinkt al helemaal niet, doe maar dat Italiaans accent weg. Now let's see it here. Mamma mia. Hello there, Mario. I am now on holiday, traveling in the Mushroom Kingdom. In my travels, I came into the possession of a mystical map, a treasure map, actually. It was inside a box I got from an old merchant in town called Roughport. But since it would be too difficult for me to try to go to find treasure all by myself, I thought you could help me hunt for it. You would, of course, won't you? I've included the map with this letter, so please bring it with you when you come. I'll meet you at Roughport. That means you must come. It's from a Peach. Oh, mamma mia, it's a Peach! What do you know? It's a true. There is a withered old map in here with the letter. Check it out! Kijk nou wat! Ik hou van de muziektitel op de achtergrond trouwens. En zo varen wij dus over een tropische oceaan waar ik zin heb in een tropisch ijsje. Oké, ik laat de hint vallen, sorry. Nee, ik zat echt op Paper Mario wou ze weer doorgaan hebben. Iedereen zat wel te zeuren over Super Mario U, maar er waren meer Mario games die ik nog wil doen. En ik heb alsof... Het was weer tijd voor een keertje iets anders. Serieus. Ik had zin hierin. En ja, het is een GameCube game, maar who cares? Dit gaat leuk worden, toch? 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 Ik bedoel, ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. En dit is de prologue. Ik kan het nooit uitspreken. In ieder geval, we hebben een Ruff's Welcome. Wat leuk. Ja, ik noem het gewoon Ruff. Oké, het is Rugs. Maar ja, want eigenlijk zou het Ruff met GH. Maar ik zeg gewoon Ruff, omdat ik vind... Jullie zien het vandaag wel. En ja, deze heeft geen intro in verband met dat... Ja, het is de eerste aflevering en dan krijg je gelijk storyline. Dus vandaar dat mijn intro is. Maar goed. Excuse me, sir. Please wake up, sir. The town you've been speaking of has come into the view. Look, that's Roughport. 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 Ik blijf het Roughport noemen, verdorie. Open your eyes. You see? We'll arrive shortly. Please prepare to bid this mark. Ik vind het grappig hoe dat eigenlijk Rogueport heet, en dat ik het gewoon Roughport wil noemen. Dus, eigenlijk is het Rogue. Rogue, Rogue, Rogue your boat gently down the stream. I must apologize, sir. Arrival was delayed just a bit by rough weather. See? Met een H, dan krijg je rough. Are you quite sure you want to disembark here? I did tell you all the sort of tales about Roughport on our way here, did I not? Fine, ik noem het wel zoals het hoort, Roughport. What's that? I'm sorry. You say there's a princess waiting for you here? Is that so? Of course, sir. Well, if that's what you think, then I won't stop you. But you'll be careful, sir. Don't say I didn't warn you. It's dangerous to go alone and all, and... Hoe dat bootje omdraait, dat blijft gewoon hilarisch. Dat blijft gewoon een van mijn favoriete dingen. Goed. Dus dit is Roughport. We zijn dus Mario en we kunnen dus springen als Mario. We kunnen een hamer gebruiken als Mario. En we kunnen hier bovenop staan en hier springen. Omdat dat leuk is. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dit is een van mijn favoriete Mario of Paper Mario games die er eigenlijk is. Zelfs de beste Paper Mario die er op dit moment is. In ieder geval, dit is een safe blok. Als we die kunnen raken, dan kunnen we dus wel eventjes saven. Gast, je staat in mijn neus. Ga weg. Ga. Hit this block to save all events en noem maar op. Dit is iets wat ik niet... Ik vind het een beetje onzin om te gaan saven tijdens... Ja, ik zei een heel stout woord. Fout ik. Hey, what do you want? Get away from me, freak! Oh mijn god, ik moet weer vrouwelijke stemmen doen. Oh, come off it, you airhead! I know it's tough for you, but I don't... But don't play dumb with me! I've seen you walking around town asking for information about the crystal stores. Well, now I'm doing the asking, so be a good girl and tell us what you know right now. Never! I don't have anything to say to you creeps! Ew! I suppose it wouldn't be right if a sassy little lass like you met with an untimely demise. Brr, 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 brr. Boys, we're taking this firebrand to a fortress. That's your command, Lord Grump. We're on it.
No! Stop right there! And you weirdos, scream, really? M stemmen die zullen 300 keer. Waarom sta jij zo eigenlijk zo terug te kijken? Hoi Toad, waarom sta jij zo terug te kijken? Yikes! Looks like trouble over there! Probably best not to get involved, huh? I wouldn't meddle with other people's problems in this town, even if I had an extra life! Even if you had an extra... Juist. Jij kijkt boos, jij lijkt op een piraat. I'm far, hurry, 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 out of the way, you scallywag! Move your awfully lonely bones! Maak zelf light. Goed, weet je wat? We gaan gewoon de muur knuffelen. We doen net alsof dat we er niet zijn. Hallo! Like I would go anywhere with your smelly lunatics like you. Not likely. Huh? What do you think you're doing, chump? You think you can screw up my plans? Hey, oh, hey, ho, oh, hey, 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 ho. Oh. There's always something. Looks like I'm going to have to give you a little taste of the old crumpabop. Alsjeblieft niet. Ik had er niks over te doen. Ik kon niks maken, noem maar op. Battle time, Mr. Man. Just find a way to beat this freak of the week, okay? Don't sweat the details. Just jump on him and hit him with your hammer. Oké, hier kan ik heel eventjes snel eventjes de territorial uitleggen hoe dat battle er precies werkt. We hebben een jump aanval, daar kunnen we mee jumpen. Dat werkt als volgt. Je selecteert op hem en dan de juiste timing druk je op A en zo doe je juist een aanval. Nou zou hij aanvallen en kun je dus op het juiste moment op A drukken om damage te ontwijken. Of op B te drukken om een super guard te doen. Dat laat ik nu zien. Ik mis de timing daar. Oh. Dan heb je ook de hameraanval die je dus hebt. De hamer die kun je dus gebruiken. Dat is een andere manier van aanvallen. Je ziet precies wat je moet doen. Dat is altijd leuk als dat geteld wordt. En sorry, ik wou nog geen stylish doen. Oké, kijk. Ah, weer. Dat was te vroeg. Bovenin kun je dus zien. Mario met een hartje, dat is het HP dat je hebt. Het bloemetje, dat is de flower points die je hebt. Dat is later heel erg belangrijk. En we kunnen zien hoeveel stars dat we hebben en hoeveel muntjes dat we hebben. Dat is eigenlijk praktisch een beetje hoe dat battelen werkt. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. We hebben ook hier items. Items hebben we nog niet op dit moment tot onze beschikking. Dus daar kunnen we helaas niks mee. Tactics, dan kunnen we verdedigen of wegrennen. Dus nou ja, we konden niet wegrennen, dus dat had al geen nut. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de action commands die we op dit moment kunnen gebruiken. Nou, laten we nog een keer jumpen. En ja, ik deed net al per ongeluk een stylus. Dat was niet de bedoeling. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Ik zal jullie later uitleggen hoe wat stylus precies inhoudt. You did it! You did it, yes! And you got star points! Yeah, I bet you know. Yes, I bet you know, but you can get these things called star points when you win battles. When you get 100 points, you go up a level. Don't forget that, okay? Okay. En Mario geeft al een like voor deze video. Dat doen jullie toch ook? Als je daar even de tijd voor hebt. Sorry. Ik probeer het leuk te brengen. Okay, you got a couple decent shots in you. I'll give you that. But, unfortunately for you, that means... It's go time! Oeps. Punish him! Finish him! Oké, sorry. Nou, dat is game over. Dus dit is een battle animatie. Quick, this way! Jouw stem is nog weer veranderd, wist je dat? Yeah, what a bunch of loons. Let's just sneak out of here. What do you say? Nee, ik wil meer battelen! Ja, lekker meer battelen! Ja, blablabla. Ik sla jou, ik sla je met mijn hamer, ik sla je met mijn hamer, ik sla je met mijn hamer, ik sla je met mijn hamer. Yay! Ik doe met jullie mee! Ja, pak hem! Wie pakken we eigenlijk? Ik weet niet, maar pak hem! Ik doe met jullie mee! Jullie lopen terug en dan springen jullie weer? Of jullie doen dit gewoon? Nou, oké, prima, ga gewoon de ladder hierop. Zoek maar uit. Succes ermee. Buh? Stop! Dat was wel heel Nederlands. Where did they go? Huh? You, Johnson. Did you see them? Did anyone? Crud. They pulled it. Nou, leuke introductie. Al gelijk om het spel mee te beginnen. Wat leuk! Gelijk al onze eerste battle. Wow, mister, you totally saved me. Thanks. Ja, geen probleem. Geef geld. Ik bedoel, nee, ik ben held, hè, dus dat mag ik niet vragen. I have just got this... I have just got to give you the little reward. Mario is gekust bij een Goomba. Een female Goomba, genaamd Goombella. My name's Goombella. I'm a student at the University of Goom. Nice to meet ya. So, who are you?
Blah, 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 blah. Mario? Wait, you mean like that famous guy? Whoa, I can't believe I met you here. Cool. Anyway, no offense, but it looks like you just rolled into town yourself, right? Me already hate it here. There are freaks and weirdos everywhere. It's nasty. I mean, I know the place is called Rogueport, so I had expected it, but jeez. Never come to a place like this if there weren't some legendary treasure here. Ik heb iets over een legendary treasure. What? You're looking for a legendary treasure too? Seriously? Uh-huh. Whoa, 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 Bucko! What you got there? I have a map. Where do you wish to go? Oh my gosh! Isn't that the treasure map? You have to tell me where you got that. Oh my gosh! Princess Peach? What? Great Hoggity Boggity, if this is Master Mario. Bit of a coincidence bumping into another of this sort of place. Oh, yes, indeed. So tell me, Master Mario, what in the world brings you to this wretched little burg? Ah, indeed. Princess Peach sent you a letter to a treasure map. Oh, and a treasure map, I'm sorry. And she told you to meet you here in Rogueport. Intriguing. You're asking me where the princess is? Well, I was about to tell you, to ask you that. We stopped in this town for acquire a spot of fuel for our ship, don't you know? I only took my eyes off for her for a moment, and as soon as I did, she vanished. Poof, thin air. You know how headstrong she is, Mario. I just assumed she'd be back momentarily. But at this point, I fear we must embrace the possibility that she may never return. Serieus, je bent echt een drama queen, Toadsworld. I've been at a loss to what to do. I've been fraught with worry, I tell you. But I'm feeling better with you here, Master Mario. Surely we will find her, surely. But I know my place, Master Mario, and this is not it. I'll leave the task to you. I believe we'll recline in the inn right over there and enjoy a spot of tea, perhaps. In fact, I highly recommend it, particularly if you find your low HP points or heart points running low. Just drop on in. Yes, anyway, a little rest there and we'll fill up all your HP. I must say, though, the rest of this town is a bit rough. Yes, rough indeed. Huff, I say. Huff, I say. Princess Peach? Did he mean, like, Peach, the Mushroom Kingdom princess? The princess who always gets kidnapped by Bowser, the Koopa King? The one you rescued? En waar ik duizenden keren de titel neer heb gezet, Princess Peach is ontvoerd, wordt ontvoerd of wat dan ook. Ja, die Princess Peach! Wait a sec, this is crazy. Princess Peach sent you the treasure map? Whoa, this is really intense. Well, where could she have gone, then, do you think? You think maybe she got sick of waiting and went to find the treasure on her own? Maybe, misschien. Oh, I know, Mario. Come with me. One of my professors is here researching the treasure. Well, show him your map. If we start looking for the treasure, then maybe we'll catch up to Princess Peach. Great! We're all good to go then. Let's go, Mario. Let's go! En Gumbella heeft onze party gejoined. Gumbella heeft verschillende aanvallen die ik dus wel eventjes zal uitleggen aan jullie. Nou ja, eigenlijk ook dingen die je dus buiten kan gebruiken. Gumbella kun je gebruiken door op X te drukken en dan gaat ze dus uitleggen waar dat je op dit moment bent. Dit is een tekstuitlegveldje. Dit is helemaal niet Rogueport Plaza. Dit is een tekstuitlegveldje waarin dat we uitleggen hoe dat dingen werken. Dus door op X te drukken kun je dus een ability van je partner eigenlijk op dat moment gebruiken. Sta je langs iemand en je gebruikt X, dan zal er dus informatie komen over dat karakter. Altijd handig, maar ik gebruik het eerlijk gezegd nooit. Dus Gumbella is nogal een beetje zinloos. In Battle daarentegen kan ze heel erg handig zijn, omdat ze namelijk informatie op kan zoeken over de vijanden die je moet bevechten. En daardoor dus kan zien hoeveel HP dat ze hebben, hoeveel aanvallen dat ze doen en noem maar op. Maar goed. First off, we gotta find my professor. Thing is, since I just got in town myself, I don't actually know where he lives. So keep an eye out. Here's where the Professor Frankly looks like. En ik neem aan dat je mijn foto laat zien, want echt een tekstbalk. Je weet dat je aan het praten bent en heb je geen tekstbalkje. Geloof me, in dit spel, je wil niet weten hoe vaak dat ze de vierde muur breken. Goed. Deze kant wil je niet oplopen. De vrouw kan daar graag, die Toad daar, die is zagrijnig. Kom je daar naartoe, dan krijg je al gelijk een heleboel problemen. Dat wil ik eigenlijk bewaren voor de latere keren.
Wat we willen doen, is we willen heel eventjes naar dit deurtje met een bloempje erboven, met een fireflower. Want dit is namelijk een itemshop. Itemshops, die gaan ze hier nu uitleggen, maar dat leg ik jullie eventjes uit. Itemshops is heel simpel, je kunt dus items kopen en op het moment dat je items koopt, krijg je een punt. En voor elke 10 punten geloof ik, of voor een bepaald aantal punten, krijg je een gratis item. Heel erg handig. Wat we hier willen kopen is, fireflower, die is altijd handig. Dus daar wil ik er zeker 2 van hebben. Die doet namelijk 3 vuurdamage aan iedere vijand die we moeten bevechten. Dus daar koop ik er even 2 van. We zouden Tasty Tonic, dat is een soort van full heal. Mocht je gepoisoned zijn, geconfused of wat dan ook. Kun je Tasty Tonic kun je altijd meenemen. Altijd handig. Ik gebruik deze eigenlijk praktisch nooit. En we zouden dus een honey syrup of een mushroom mee kunnen nemen. Mushroom die herstelt HP en de honey syrup die doet het met FP. Op zich hebben we die niet echt nodig. Maar er gebeurt eigenlijk iets. En daar wil je toch wel een beetje mee rekening houden. Trouwens, een bed, dat is een in, dat heb ik al uitgelegd. Save blocks, die save je progress. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, dat wil ik niet tijdens opnames doen. Want dat kost alleen maar extra tijd. Tenzij dat ik een game over heb. En dan baal ik als een stekker. Want dan mag ik weer een hele aflevering overnieuw gaan doen. Hey, ben je Mario? Heb je je save yet? Heb ik net uitgelegd dat we dat niet gaan doen. Dus zeur niet. Goed. Nog één heel leuk dingetje. Je wil ook altijd achter bepaalde ruimtes kijken. Want daar kunnen dus dingen verborgen liggen. En omdat je dus de camera altijd op de voorgrond hebt, kunnen dus zo dingen verborgen zijn zoals Star Pieces. Star Pieces kun je dus inruilen voor handige dingen waar ik later over ga uitleggen. Er zijn er 100 in totaal, maar ik ga niet voor ze alle 100. Dan zijn jullie daar vanaf als een beetje op de hoogte. Oeps, pardon me, sucker. Hey, lose it me. Hey, what's your beef, pal? Yeah, I'm talking to you. Mario, you gotta wake up. That guy just stole half of your coins. Ja, ik dacht echt dat je hier dus inderdaad al je geld moest gaan spenderen en dat je dan niet je geld kwijt zou raken. Maar er is een trucje om je geld terug te krijgen. Dus wat je wil doen, is je wil hier naar deze kant toe lopen. En don't worry, als je zo'n ruimte inloopt, dan draait de camera heel erg mooi mee naar die ruimte. Zodat je dus wel goed hier kan kijken hoe en wat. Dus dan willen we hier dit huisje ingaan en kijken eens wie we het vinden. Hai, geld! Oeps. Fancy meeting you here. You're pretty dang persistent, buddy. What a pain. Fine. Okay, you got me. I'll give you your coins back. Here. Yay, zo krijg je dus je money terug. Let me give you a newsflash. Even the innocent looking people in the towns are thieves. So, don't come grumbling to me about losing a little pocket change, okay, buddy? Loser, yeah. Als we informatie vragen, that's a bandit who made this place out of his hideout. Seems like he totally loves this place, but I'm going to clean him up a bit. Waarom zou je kloon maken? Ik bedoel serieus. Als je al zo laag bent dat je aan het stelen bent, dan stelen is fout. Zo zou je met iedere NPC kunnen praten, maar ik praat alleen maar met de boeiende. En ik heb dit nog niet verteld, maar echt serieus. Het eerste welkom wat je hier dus binnenkrijgt als je dus in Roughport binnenkomt. Een strop! In een Mario game, een strop! Ik ga hier een thumbnail van maken. Ik ga er gewoon een thumbnail van maken. Dit is aflevering 1. Gaan ze een beetje zo? Ja, gewoon een beetje zo. Dan komt de tekst daarboven. Dit is thumbnail. Thumbnail. Goed. Maar goed, we hebben eigenlijk best wel een hele introductie gehad. We hebben een intro storyline gehad. We hebben een quest die we nu moeten gaan starten. Dus ja, we hebben geld hebben verloren. Dus op zich vind ik dit wel eigenlijk een hele mooie plek om te stoppen voor aflevering 1. Dus ik denk dat ik dat ook zeker ga doen. Mocht je dus nog vragen hebben over de storyline zover, dan mag je dat natuurlijk altijd kwijt in de reacties, als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter, zoals Mario dus ook in de Battle Day, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken, ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken, en tot de volgende keer. Doei! Maak je geen zorgen, de volgende keer komt de intro weer terug hoor. Ik weet dat jullie die Eevee ook hartstikke cute vinden, maar niet.